En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe aflevering van de serie Onder Vuur op Woensdag. Vandaag gaan we het hebben over drie personen die afgelopen jaar hun hand net iets te ver buiten hun eigen continent hebben gestoken. Om maar te beginnen over Donald Trump. Het is nu nieuws dat Donald Trump aan Denemarken heeft gevraagd of hij Groenland mag kopen. Waarom gaat Donald Trump naar Denemarken om te vragen of hij Groenland mag kopen? Wat is dat eigenlijk raar? Ik weet niet of iemand voor dit nieuws van Donald Trump ooit wist dat Groenland van Denemarken was. Maar blijkbaar is het dus van Denemarken. In 1847 wou Amerika Groenland al kopen. Groenland bestaat uit 80% uit ijs. En vooral vraag ik dat aan Donald Trump. Want ik denk dat 90% van de mensen heel goed zou begrijpen wat je kan met een land vol met ijs, maar Donald Trump niet. En dan vraag je af waarom Donald Trump dan niet? Nou, even kort uitgelegd. Je moet je gewoon indenken dat Donald Trump een van de enigen is die niet gelooft in klimaatverandering. Op Groenland staat bijvoorbeeld een legerbasis. Een Deense legerbasis. En die mag al wel gebruikt worden door Amerika, want die hebben ze in de Koude Oorlog, hebben ze daar al om zitten vragen. Nou, eigenlijk klinkt het niet eens heel dom, want Denemarken heeft een land, het bestaat voor 80% uit ijs. En men doet er gewoon helemaal niks mee. En Amerika zegt, weet je wat, we nemen het van je over en we betalen er ook nog voor. Ja, het is een handige strategische zet, zeker. Want ja, Groenland ligt dichter bij Rusland, dus handige plek. Maar nee, omdat de kazerne die daar staat op Groenland, die mag hij al lang gebruiken. Dan nog een verhaal van iemand die eigenlijk een hand buiten zijn eigen continent heeft gedaan. En dat is Julian Assange. Julian Assange, waarvan kennen we hem? Van een filmpje waarin Amerikaanse militaire burgers doodschieten. Julian Assange kwam erachter dat er oorlogsmisdaden zijn begaan. En oorlogsmisdaden betekent dat je in een oorlog je hebt misdragen. En Julian Assange die kwam erachter dat dat Amerikaanse leger zo'n oorlogsmisdaad had begaan. Die hadden vanuit een helikopter met een machinegeweer hebben ze geschoten op burgers. In Iran was het volgens mij. En WikiLeaks is een site vol eigenlijk geheimen. Geheimen die de wereld niet mag weten. En Julian Assange liet mensen dat zien. En die werd daar heel bekend mee. Die werd op een soort voetstuk gehezen. En door de hele wereld mocht hij spreken. En daardoor kwam hij in verschillende plekken. Bijvoorbeeld in Zweden. Maar in Zweden was er eigenlijk iets raars aan de hand, want hij had daar gesproken, hij ging daar weer weg. En toen werd er opeens door Zweden gezegd dat hij twee vrouwen heeft verkracht. En later werd er opeens werd de aanklacht ingetrokken op 21 augustus 2010. Dus op 20 augustus 2010 zei de Zweedse politie Assange die beschuldigen daarvan. En op 21 augustus 2010 zeggen ze, er is geen reden om Assange te verdenken daarvan. Hij werd nog steeds tot op de dag van vandaag daarvoor gezocht. Terwijl de aanklacht al was ingetrokken. Het is een beetje hetzelfde als dat je een bal gewoon op straat hebt gelegd, een voetbal. En dan denk je opeens van, hé, de buurman heeft die gestolen. Dan zeg je tegen je ouders, de buurman heeft hem gestolen. Dan dezelfde middag vind je hem terug in de schuur. Denk je, oké, de buurman had hem niet gestolen. Zeg je tegen je ouders, de buurman had hem toch niet gestolen. En dan hoor je 8 jaar later, hoort die buurman nog, jij hebt toch die bal van Harmen gestolen? Maar Julian Assange, die wou niet terecht staan, dus die ging verder naar Engeland. En in Engeland heeft een uitleververdrag met Zweden. Dus in Engeland zeiden ze, je moet naar Zweden. Toen dacht Assange van, oef, dat is niet zo goed als ik nu terug naar Zweden moet. En toen dacht Assange, ik heb een idee. Ik ga asiel aanvragen in Ecuador. Er ligt een stukje Ecuador in de hoofdstad van Engeland. Dat noem je namelijk een ambassade. Een ambassade is een stukje land wat in een ander land van jou is. En zo'n ambassade die kan je in. Maar dat mag niet zomaar.
Want als je zo'n ambassade ingaat, is het eigenlijk alsof je het land zelf ingaat. En dat betekent dus dat je een verblijfsvergunning moet hebben. Zo, op 16 augustus 2012 maakte de president van Ecuador bekend dat Assange, Julian Assange, de man, politiek asiel kreeg. Dus hij ging de ambassade van Ecuador in, daar kreeg hij asiel, prima, daar ging hij zitten. En dan was het eigenlijk goed. En daar zat hij, en daar zat hij, en daar zat hij. Dus hij zat in de ambassade van Ecuador vast, eigenlijk. Want in de ambassade van Ecuador was hij vrij. Maar je moet bedenken dat die ambassade eigenlijk zo groot is als een gemiddeld huis. En je zit vast in een huis. Maar hij kreeg een kamer in het huis, hij had daar een leuke laptop. Prima, 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 prima. 7 jaar lang heeft hij daar in die ambassade gezeten. Alleen hij werd telkens... Ecuador die mocht hem eigenlijk niet meer zo, want die wou hem weg hebben. Maar die zit nu al 5 jaar daar binnen... En het is niet meer zo'n leuk mannetje. Het was namelijk altijd al een beetje een lastig mannetje. Hij werd ziek. Heel erg ziek. De verkiezingscampagne van 2016. 3 jaar geleden alweer. Donald Trump mag al aan herverkiezingen gaan denken. Donald Trump, hebben we hem weer even terug. Streed in de verkiezingen van 2016 tegen Hillary Clinton. En hij won de verkiezingen. En een van de oorzaken waar ze nu aan denken dat hij de verkiezingen gewonnen heeft, is doordat vlak voor de verkiezingen nogal wat schokkende e-mails van Hillary Clinton uitlekte. Oké, hoe vervelend is het als jij een bericht stuurt naar iemand wat best wel persoonlijk is en iemand anders leest dat bericht? Degene die die e-mails van Hillary toen had gelekt was niemand minder dan Julian Assange. Maar toen bleek dat vlak voordat die Julian Assange die e-mails liet uitlekken, die e-mails aan de wereld liet zien, had hij contact met de zoon van Donald Trump. En dan is het niet meer, ik liet de wereld wat zien, maar dan is het, ik help Donald Trump mee met het winnen van de verkiezingen. En dat is een complot. En dat mag niet. Want in verkiezingen moet je eerlijk winnen. Want verkiezingen zijn democratisch. En dat betekent dat het volk beslist. Door die Julian Assange... heeft Hillary Clinton misschien de verkiezingen wel verloren. En toen dacht Ecuador, hey, dit is ook niet leuk van jou, Julian. Hup, ga weg uit onze ambassade. Maar Julian Assange had een verblijfsvergunning, dus die zei, hey, weet je wat, ik blijf lekker. Jullie hebben gezegd dat ik hier mag zijn. Waarom zou ik dan weggaan? Assange bleef lekker zitten in de ambassade van Ecuador. Die dacht, waarschijnlijk ga ik hier uiteindelijk dood, maar... Dan zit ik hier tenminste en word ik niet gevangen genomen. Toen uiteindelijk zei de ambassade van Ecuador, jouw verblijfsvergunning, de reden waarom je hier mag blijven, wordt ingetrokken. Je mag hier niet langer blijven. Toen hebben ze de politie van Engeland de ambassade in laten gaan. Die hebben Julian Assange gearresteerd en zijn naar buiten gegaan. Wat voor de uitslag van Wie 2020? Ja, niemand weet het. Maar ik stem op jou. En dan wil ik jullie ondertussen heel erg bedanken voor het kijken naar deze livestream. Half uur was eigenlijk al voorbij. Ik hoop jullie morgen weer terug te zien in deze maand dat er dagelijks uploads zijn. Iets wat best wel heel ingewikkeld is en heel veel tijd vergt. En ik moet nog even een videootje opnemen voor morgen. Dus ik zie jullie allemaal bij de volgende video livestream. En dan zie ik je later weer. Koop Jetter merch. En tot de volgende keer.